Welkom bij deze videotutorial van het Dolibar ERP en CRM systeem. In deze video laten we zien hoe de module Leden werkt voor het bijhouden van een ledenadministratie voor uw vereniging of stichting. Voorbereiding. Activeer de module Leden in het menu Home, Setup, Modules. Wijs de rechten op de modules toe aan uw gebruikers. Voor meer informatie over het toewijzen van uw rechten aan de gebruikers, kun je de video Gebruikers en groepen bekijken. Nieuw lid aanmaken. De ledenmodule kan gebruikt worden om leden te beheren voor een stichting of vereniging met bijbehorende abonnementen. Klik op Nieuw lid in het menu Leden voor het aanmaken van een nieuw lid. Geef de loginnaam aan en het wachtwoord. Kies het type lidmaatschap en de aard van het lid. Merk op dat je nieuwe type leden kunt opvoeren in het ledentypesmenu. Geef aan of er een gekoppeld abonnement of contributie verplicht is en of stemmen is toegestaan. De aan te geven duur geeft de looptijd van het type lidmaatschap aan. Wanneer we teruggaan naar het aanmaakproces van een nieuw lid, kunnen we persoonlijke informatie opgeven, zoals de naam en het adres van het lid. Klik op Creëer lid om een nieuwe lid aan te maken. Als het lid is aangemaakt, bevindt het lid zich in het conceptstatus. Klik op de Valideerknop om het lid te valideren als nieuw lid. De status van het lid is nu veranderd naar Gevalideerd, wachtend op abonnement. Abonnement toevoegen voor het lid. Klik op de Abonnementen tab en klik op de Creëerknop om een abonnement aan te maken. Kies de begin- en einddatum van het abonnement en voer de hoeveelheid abonnementsgeld of contributie in. Kies vervolgens een bijbehorende actie om de inschrijving compleet te maken. Merk op dat wanneer een lid is gekoppeld aan een relatie, de factuuropties beschikbaar zijn voor een abonnementsbetaling. Wanneer het geen gekoppelde relatie betreft, kun je met de optie Aanmaken factuur en betaling in bankboek de relevante betaalinformatie invoeren. Nieuwe leden kunnen ook zichzelf registreren en abonneren via de publieke abonneerpagina. Wanneer je een online betaalmodule hebt geactiveerd, zoals Stripe of PayPal, kun je het systeem zodanig instellen dat het lid meteen de mogelijkheid heeft om de betaling voor het abonnementsgeld te voldoen na de registratie. Het nieuwe lid met ontvangerbedrag wordt vervolgens automatisch vastgelegd en het lid ontvangt hierover een e-mail. De factuur kan ook automatisch als bijlage aan deze mail worden toegevoegd. Module functies. Je kunt bestanden uploaden voor een specifiek lid in de tab voor gekoppelde bestanden. De gebeurtenissen/agenda tab houdt netjes alle gebeurtenissen bij van het betreffende lid. Wanneer je een lid wilt beëindigen, klik dan op de knop Afbreken. Via het menu Lijstoverzicht kunnen alle leden worden bekeken. De lijstweergave is ook beschikbaar met filters op de verschillende statussen van een lid, zoals concept, gevalideerde, bijgewerkte leden met abonnement, niet bijgewerkte leden met verlopen abonnement of verwijderde leden. Statistieken geeft een mooi overzicht van alle leden en abonnementen weer. Het is mogelijk om visitekaartjes aan te maken voor alle leden of specifieke leden via de bijbehorende menuopties. Kies hierbij het formaat en klik op de knop om de betreffende visitekaartjes in een PDF-document aan te maken. Deze kan vervolgens naar een printer worden gestuurd om af te drukken. Gebruik het Labels categorieën menu om leden in te delen naar verschillende categorieën. Je kunt je eigen labels maken en deze toekennen aan de leden. Verlengen van het abonnement. Zet de geblende takenmodule aan, zodat dagelijks een automatische taak zal starten om herinneringen te sturen aan leden van wie het abonnement is verlopen en moet worden verlengd. Als je een betaalmodule zoals Stripe of PayPal geactiveerd hebt, kun je ook een betaallink opnemen in de e-mail template die geconfigureerd staat voor het herinnerings-e-mail.
Een lid krijgt zo de mogelijkheid om een betaling te doen door te klikken op de betaallink in de e-mail. Vervolgens wordt automatisch het abonnement en de factuur aangemaakt en opgeslagen. Er zijn een heleboel andere functies die kunnen worden geactiveerd via de setup, zoals e-mail templates beheren en een link voor de publieke pagina voor in- en uitschrijven. U kunt ook aanvullende attributen toevoegen aan de module en default waarden of verplichte velden opgeven. Bedankt voor het kijken naar deze videotutorial. Als u meer wilt leren over Dolly Bar, kijk dan op www.dollybar.org.